Een hele goede vrijdagmorgen, 26 november 2021, 10 uur. Lieve handwerkvrienden en vriendinnen, daar zijn we weer, koffietijd. En ik had net ineens een ingeving waarmee ik de wens die ik van de week uitsprak misschien wel kan invullen. Mijn eigen wens, maar daar ga ik het zo meteen over hebben. Ik heb net thee gemaakt, ik was bijna te laat. Ik heb een beetje buiten blad lopen ruimen, oftewel lopen vegen. Ik ben een beetje verzuurd in de armen. En ik heb de vogeltjes, de spulletjes weer een beetje bijgevuld. En aangevuld. Als het appeltje weg is, dan zet ik het potje pindakaas wat we in de post van Sinterklaas hebben gekregen neer. En nou, ze hebben gelijk alles gevonden. En ze zitten lekker te snoepen van de zonnebloempitten. Ik moet volgende week echt even bij de Lidl zonnebloempitten inslaan. Ervan uitgaan dat ze die dan nog hebben. Meestal hebben ze vogel voor langere periodes. Maar ze zijn lekker bezig. Er zijn al 22 mensen bij mij zichtbaar door de draaideur. Joke, goedemorgen. En Vicky vanuit België, goedemorgen. En Frits die probeert de camera om te gooien. Margreet, goedemorgen. Frits, je krijgt zo je snoepjes. Lianne, goedemorgen. Vonne, goedemorgen. Lisette, goedemorgen. Frits, die wil de snoepjes. Die loopt al de hele tijd heel erg te wachten. Even kijken. Vonne, goedemorgen. Jetty, goedemorgen. Lenny, goedemorgen. Is Gerry binnen? Jolande, goedemorgen. Even zien. Michelle, goedemorgen. Mary, goedemorgen. Mel, goedemorgen. Even kijken. Marjolein, had ik dit? Nee, Marjolein, goedemorgen. Ja, dan houdt het bij mij verder op. Oh, Michelle zie ik nog net. En dan wordt het vaag en kan ik het niet meer lezen. Andere kant op Shani, goedemorgen. Judith, goedemorgen. En was alles goed bij de tandarts? Ik hoop dat er geen narigheid boven water is gekomen. Even kijken. Nou, volgens mij heb ik voor nu even iedereen gezien. Cindy, goedemorgen. Aileen, goedemorgen. Corina, goedemorgen. Jullie blijven lekker binnenstromen. Hartstikke fijn. Vanmorgen ben ik rustig opgestaan. En net op het moment dat ik dacht van nou, nu ga ik opstaan, begint Pim op het voeteind van mijn bed zijn midnight snack op te werken, eruit te werken. Dus ik kon Pim nog net van bed werken en vervolgens moest ik ja, ik weet niet precies wat het nou was, een haarbal of een muis, in ieder geval iets wegwerken. En toen was natuurlijk mijn toilet gelijk weer verstopt. En nou, in ieder geval theetijd. Oh. En nou zit hij gewoon naast me, want hij ging vervolgens wel lopen piepen dat hij wilde eten en zo. Want ja, hij had niks meer in zijn buikje. Ja. Nou, eventjes gaan we even. Rapapam, rapapam, rapapam. Attention, Frits. Unos. Nick mis. Missos. Pimmetjes, pimmos. Pimmos op de grondos. En Samsonos. En Bobos. Alle katten zitten in de buurt. Maar ja, dat was een goede start van de vrijdagochtend. Maar verder gaat alles op zich helemaal goed hier, hoor. Ach ja. Het hoort erbij. Oh, missos. Nee, weer niet. Nou, gooi ik nou zo slecht vandaag? Oh, Theo. Oké, ik ga het gewoon maar geven. Zo. Nee, is ook niet een goed idee. Lijkt wel donderdag. Oh. Nou, hier. Zo dan. Is niet zo leuk, hè, als je niet kan springen. Nee. Pimmels. Oké, okay. Nou, maar ik had dus net een idee. Ik ga wel even doorkletsen, want de uur is zo voorbij. En ik ben bijna klaar met helemaal mijn huisje op orde maken en zo. Alles is onder controle verder weer. Iets vertraging, maar dat geeft niet. Dat loop ik wel weer in. Ja, ze zijn op ons. Ik had een ingeving. Vorige week heb ik het gehad over dat ik heb bij een, ja, een zogenaamd plankenwinkeltje op een A-locatie in Driebergen heb ik een plankje en een mandje. Ik heb deze winkel gesupport dit jaar, omdat dat, nou ja, vind ik ook, het is een heel leuk winkeltje. Daar zijn, weet ik veel,
60 verschillende kunstenaars, artiesten, Miranda's die daar hun spulletjes te koop aanbieden en zo. En hartstikke leuk. En dus, ondanks dat het jaar geen verdienmodel was, maar ik, ja, leuke winkel. Dus voor het komende jaar, het verdienmodel wat ik er nu in heb staan, dat ga ik niet vervolgen, zeg maar. Want daar heb ik geen tijd meer voor. Dus ik dacht van, ik wil wel die winkel blijven supporten en er iets verdienmodellerigs in leggen dus. Wat niet te duur is. Nou, heb ik wat gevonden. Nou. Ik heb namelijk ontzettend veel knopen. En dan heb je allemaal verschillende soorten knopen. En mijn oma maakte mij vroeger iets. En een hoop van jullie zullen het herkennen. En het is voor die winkel natuurlijk ook belangrijk dat er ook leuke spulletjes te koop zijn voor een leuke prijs. Ik bedoel, een beetje kunstwerk is al vrij snel duur. Maar als jij voor de feestdagen of zo, of voor een verjaardag een cadeautje voor iemand zoekt voor 5 euro, dan is het een ander verhaal natuurlijk. Even kijken. Ik ga even een naaldje gebruiken. Is iets makkelijker. Ja, lieverd. En dus, maar mijn oma maakte mij vroeger deze dingen. Nou heb ik dat al eens eerder laten zien. En ik dacht van, hoe kan het nou toch dat ik er bijna geamputeerde vingers aan overhoud. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Dus ik neem een stukje katoen. En daar rijg ik een knoop aan waar minstens 2 gaten in zitten. Vervolgens leg ik een... Oh, wat zijn we lomp vandaag, Pimmetje. Vervolgens leg ik een knoopje in beide draadjes. Door gewoon de draadjes langs elkaar te leggen. De uiteindjes en die... Nou ja, daar gewoon een knoopje in te leggen. Alsof je een knoopje in 1 draad legt. En vervolgens maak je zo'nzelfde knoopje een stukje verderop. Zodat je een lusje krijgt. Dan heb je hier een lusje. Dat betekent dat lusje, dat zorgt, je vingers worden niet meer afgekneld. Nou, dan doe je strak naar de andere kant. Hey Anja en Art. Ja, jullie ook een fijn weekend. Nou, aan de andere kant ga ik een net zo groot lusje maken door ook een knoopje te maken. Ongeveer net zo groot lusje. Ik heb geen idee. Ik doe maar wat. En dan zit Pim hier... Hij zit, kijk, je ziet hier zijn voet. Hij zit weer helemaal tegen me aan. Hij zit echt weer helemaal tegen me aan. Dat is een beetje lastig in beeld. Even kijken. In ieder geval. Nou, en dan vervolgens dan steek je je vingers in allebei, aan allebei de kanten in een lusje. Het past net niet in beeld. En dan zet je een beetje de knoop in het midden. En dan ga je rondswiepen. En dan zit die kat weer op mijn armen. En dan ga je... Precies op het cruciale moment zit hij vol in beeld. Oké. In ieder geval, we maken een spinnende knoop is het. Dus ik ga het opdraaien als het ware. Door met 1 hand kleine draaibeweging te maken. En dan vervolgens ga ik... Luister. Pim, kijk uit met je haar. Ik maak trekkende bewegingen en... Uitkijken met een kat, want die heeft lange haren. Maar dan hoor je hem. Brr, brr, brr. Een spinnende knoop. Oké, nou, dus. Door die knoopjes worden je vingers niet afgekneld. Dus ik dacht van, nou, ik heb echt ontzettend veel knopen. Hè? Ja, je gelooft het niet. Maar dan kan je dus eigenlijk in no time, daarom zeg ik, is Gerry er. Massa is kassa maken, alleen... het maken is niet het probleem. En de hoeveelheid knopen en de draadjes is geen probleem. En dan dacht ik van, nou, dan mag dat kosten, hè? 50 cent. Hè? Als ik een bakje daar zo huur, kun je natuurlijk ontelbaar veel van die dingen in. Alleen, op deze manier gaat het niet goed. Dus ik moet een manier bedenken. Ik dacht misschien een labeltje eromheen. Een geprint labeltje. Moet ik alsnog een printer kopen. Met waarop staat wat het is. En nou, dat... Zou dat wat zijn?
Want om ze nou weer allemaal in een plastic zakje te stoppen. Om te voorkomen dat ze dus in de war raken met elkaar. Hè? Hoe zou je dit nou het beste kunnen verkopen? Dus en ondertussen kan ik gewoon doorgaan met het uitzoeken van knopen. Grote knopen met 2 of 4 gaatjes. Frits die gaat gewoon midden weer tussen mijn spullen liggen. Eigenlijk heb ik dus... Oh, dit is een mooie knoop. Oh, dit is een mooie knoop. Een ruitentikker? Nee toch, Inge? Dat klinkt alsof je de crimineel een auto mee gaat openbreken. Rosalie, goedemorgen. Wordt dat een ruitentikker genoemd? Peet, goedemorgen. Die kent ze ook. Oh nee, ik ken het alleen van bzz, bzz, bzz. Niet om narigheid mee te veroorzaken. Ik denk gelijk inderdaad aan het inbreken in auto's. Het hoeft niet hele grote knopen. Het werkt met alle knopen, maar met grote knopen is altijd leuk, hè? Nou, heb je toch een partij... Ik zeg 50 cent. 50 cent is best leuk voor een dingetje. Wat zeg, even kijken. Iemand de blauw. Nou, jongens, wat zijn jullie allemaal agressief vandaag? Even kijken wat Rinet. Sieradenrekje, zegt Rinet. Daar allemaal aan hangen. Ja, die optie heb ik niet. Ik heb een mandje. Ik heb een mandje. Ze moeten eens weten wat een moeite ik doe om een mandje te vullen in de winkel. Nou, ik heb dus echt ontzettend veel grote knopen en minder grote knopen. Dus even kijken hoeveel voorraad ik kan creëren dit uurtje. Ze hoeven ook niet allemaal even lang te zijn. Dit vind ik spannend, dit doen we maar niet. Nou, voorlopig kan ik draadjes genoeg gaan knippen. Kijken wat er gezegd wordt. Terwijl ik thee drink, want ik heb weer een droge mond. Miranda's knoopdingetje. Nee. Spinnende knoop. Hmm. Ja, hè, Mary, dat maakt het verschil. Lenny heeft er een naam voor. Miranda's knoopdingetje. Bezig, ik zou het als een knutselpakketje aanbieden. Kunnen ze er eerst zelf één maken? Maar dan moet ik een hele uitleg erbij maken. Ik heb en geen computer. Tadaa. En ik heb geen printer, dus dat wordt een beetje ingewikkeld. Moet ik een USB-code, QR-code maken voor een link naar een internetpagina of zo. Lianne zegt, oh, ik wil wel kaartjes voor je maken waar je ze aan kunt maken. Echt waar? Heb jij, en dan zeg je van, en dan ook maar dan ook gewoon van 100. Zeg me dan welk aantal ik moet maken. Dan weet ik hoeveel kaartjes jij stuurt. Dan weet ik hoeveel ik er moet maken. Dan kan ik daarmee aan de slag. Maar laat ik eerst maar eens aan de slag gaan met de knopen die ik er nu uit heb gevist. Ik heb leuk een fleurig draadje geplotteren. Oké. Nou, top. Ik ga ongeveer draadjes dat ik denk van nou zoveel heb ik wel ongeveer nodig. En dan ga ik er een x-aantal even van afknippen. Een zoomknoop. Zoomschijf. Is het een zoomschijf? Ja, ik vond spinnen, maar dat meer in het kader van het is toch iets met draadjes en we spinnen en de kat spint en ik weet het ook niet. Zoom. Ik weet het ook niet. Een snorrenbot, zegt Mattie. Hallo Mattie, leuk dat je erbij bent en meedenkt. Wat zei je nou? Hey, Gerry, nou, op jou was ik aan het wachten, zeg. Daar is Gerry. Gerry, voor de massa is kassa. Had je meegekregen dat ik had verteld dat ik in een winkel een plankje heb en een mandje. En dat ik dat volgend jaar wel wil continueren om de winkel, zeg maar, en te supporten. En gewoon omdat ik misschien dan nog wat extra eurotjes op de plank kan genereren. Je weet dat het bij mij niet om honderden euro's hoeft te gaan, maar iedere euro is de één. Dus ik denk, maar ik heb zoveel knopen. Ik heb toch zo achterlijk veel knopen. Ik denk, maar ja, die knopen, je moet er wel wat mee doen. Dus ik denk, ik ga van deze dingetjes maken. En dan denk ik een verkoopprijs van 50 cent. En dan maakt Lianne, hoor ik net, papiertjes eraan voor nou ja, weet ik veel. We zijn er even over aan het brainstormen. Maar, dus,
Dus, maar de discussie gaat eigenlijk meer... Kijk, het creëren van deze dingetjes, dat is geen probleem. Dat is hartstikke leuk. En ik vind dat draadje ook leuk, zo dat multicolor. En de verkoopprijs, nou, daar ben ik ook wel over eens. Ik zeg 50 cent. Hè, dan heeft een winkel ook iets wat heel goedkoop is... en leuk is voor in bepaalde tijden. Maar het gaat pas om volgend jaar. Dus ik heb tijd om voorbereidingen te treffen. Maar hoe verpak ik je dat? En iemand opperde ook van ik zou het aanbieden als doe-het-zelf pakketje. Maar dat is eigenlijk denk ik ook niet helemaal de intentie van de winkel... dat het handwerkpakketjes zeg maar aanbiedt. Ik denk wel dat ik het kant-en-klaar moet aanbieden. Maar het idee is wel leuk van pakketjes. Oh, aan de andere kant kan er wel een hele webshop voor bouwen natuurlijk... dat ik pakketjes aan ga bieden met die miljoen knopen die ik heb. Maar zoveel knopen heb ik nou ook weer niet om daar echt een verdienmodel van te maken. Maar Steekje zegt, het komt goed. Gaan we eventjes achter de schermen over verder. Hartstikke leuk. Inge zei, nou, ik had het de vorige keer ook over. Mijn oma maakte ze vroeger en ik zei al van... ik weet niet meer wat voor garen het was... maar daar moest ik echt mee uitkijken dat ik mijn vingers niet afsneed. Aanbieden, kant en klaar, zegt Gerry. Oké, nou. Oh ja, ik gebruikte er wel een naald bij... dus ik moet iedere keer wel even checken of dat... laat ik dat eerst even doen met alle knopen die ik hier heb. Dit is duidelijk... Dat is ook eens productiewerk, hè. Ik ben dol op productiewerk. Dat meen ik serieus. Ik ben echt verzot op productiewerk. Dat geeft mij zo rust in mijn hoofd. Oké, nou. Tadaa. Moet ik wel de naald erbij houden. Ze passen allemaal. Joehoe. Nou, ga ik eerst eventjes... Ja, dat zakjes, dat is... Natuurlijk is dat het allerleukste. Maar ik wil eigenlijk enigszins proberen dat te voorkomen. Ik weet niet wat mijn oma gebruikte. Ik weet mijn oma, die is overleden toen ik... Ik durf niet te zeggen. Of 11 of 12 was. Ik zat namelijk zeg maar in de laatste klas van de basisschool. En ik ken mijn oma eigenlijk niet anders dan ziek in de stoel. Maar zij had altijd wel verhalen dat toen zij jonger was... Maar mijn oma is geloof ik 62 overleden. Maar toen zij jonger was, toen was er bij daar waar zij woonde... was een club. Jonge dames die runden daar een handwerkclub. En ik ken mijn oma eigenlijk niet anders dan ziek of in het ziekenhuis. Zij had astma destijds en ze brak om de havenklap van alles. En... Nou, in ieder geval, zij maakte mij deze dingen. En zij had een waston met daarin speelgoed, blokken en een gebreide pinguïn. Dus ik heb daar, dat is eigenlijk het enige. Maar deze ben ik nooit vergeten. Spinning wheel. Als je ze te lang maakt, dan moet je heel lang winden. Even kijken hoor. Ik moet ook even uitvogelen wat nou goede maat is. Langer is voor gevorderden. Ja, dan moet je iets langer winden. En dan gaan we. Kijk uit voor Frits. Oh, dit is hetzelfde waarmee ze je epileren bij de... Wat is het? In bepaalde culturen doen ze haren epileren met dit, ook dit. Oh, dat doet zeer. Ik heb dat één keer laten doen. Doe ik nooit meer. Nooit meer. Nooit meer. Maar in ieder geval... Nou, dit is ook een fidget. Alleen hij maakt wel geluid, maar het is wel een fidget. Ik knal hem even in het... thema van deze maand. Hè? Dus misschien moet ik er even een video van 2 minuten van maken. Nou, ik moest het natuurlijk allemaal even uittesten. Hij doet het dus. Maar de lengte van het draadje maakt dus in principe niks uit. Ja, je wenkbrauw. Ja, nou echt waar. De tranen springen me nog in mijn ogen. Ik doe het nooit meer. Nou ben ik blijkbaar heel erg gevoelig wat dat betreft. Want ik heb ook zo'n martelapparaat van Braun in de kast liggen. Sorry, liggen. En... die trekt je haren uit je benen. Nou, echt niet. Echt niet. Ongeschikt. Ik dan, hè. Dat apparaat werkt op zich natuurlijk prima, maar... Ja. Bij schoonheidsspecialisten waar ik in dat hele lange leven van mij ben geweest... die deden dat met een epileertangetje. Maar, wat deed dat zeer, zeg. Deze kant.
Je ziet, dat is best wel te produceren, hè, dit. Het is mijn derde. Ik ben 20 minuten bezig. Even kijken, hè. 1, 2, 3. En door. Wat ga ik vandaag doen? Ik heb roerbakgroenten en ik heb nog champignons en courgette. Ik heb roerbakgroenten uit de Hollandse roerbakgroenten. Ja, hoe verzinnen ze het? Ik heb gewoon, en zitten peultjes in en zo. Vonden die had het over peultjes gisteren, dus ik had ineens zin in peultjes of granny of wie ik ook erbij vonden. Ik weet het allemaal niet. Ik ken al je alter ego's niet. En de kip die had ik gisteren al uit. Die is bijna ontdooid. En wat eet ik er nog meer bij? Appelmoes. Oh ja, appelmoes. En gebakken aardappels. Maar de appelmoes, ik heb de appelmoes nog in de vriezer. Die heb ik laten zitten, want ik heb 3 kilo appels liggen. 1 appeltje was niet goed. Dat ligt nu bij de vogeltjes in dat, op dat rekje. Kunnen ze van snoepen. En van die overige bijna 3 kilo ga ik nieuwe appelmoes maken. En dan hebben we vanavond ook appelmoes. Tessa, die krijgen pannenkoeken. Oké. Gaan we er even eentje testen. Dus eigenlijk is dit mijn oma's fidget. En hij doet het. Horen jullie het? Ja, ik maak ze in verschillende maten. Ik ben nog maar net begonnen. Want die eerste die is juist lekker kort. Die is makkelijker. Dus ik had nou een paar draadjes in deze lengte geknipt. Blijft hetzelfde principe. Dus komt helemaal goed. Ja, leuk hè? Dat kan ook heel rustgevend zijn, alleen niet in de schoolklas of zo. Maar dat zoemende geluid. Maar je moet dus wel slim genoeg zijn om te zorgen dat je jezelf niet pijn doet, zeg maar. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik natuurlijk weer helemaal verkeerd, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Je moet het wel aan iemand overhandigen die begrijpt hoe ver je kan gaan. En stuk kan alles, maar katoen doet het natuurlijk goed. Katoen is redelijk sterk. Anja zegt, kan je de lengte in... Nee, ik doe maar wat. Ik heb geen lengte in centimeters, ik doe maar wat. Dus ik neem een draad 2 keer zo lang als dat ik hem ongeveer wil hebben. En zometeen de volgende serie die ik knip, die zijn waarschijnlijk korter. En dan heb ik ze in allerlei maten. Lianne zegt, heb je knoopjes genoeg? Ja, zeker heb ik knoopjes. Ik heb zoveel knopen, dat wil je niet weten. Het zijn niet allemaal knopen met gaten erin. Maar, oh, deze past niet. Hoe kan dat nou? Andere naald? Hij past niet. Okay. Ik heb zoveel knopen, joh. Dat komt helemaal goed. Ja, dat is ook weer zo. Dat doe je maar 1 keer je pijn doen. Oh ja, misschien wordt dit wel helemaal afgekeurd zo meteen, omdat het gevaarlijk is. Wat gebeurt er als je 2 knopen aanknoopt? Gaan we proberen. Die gaan dan met z'n tweeën het exact hetzelfde doen. Andere. Oh, wie vroeg dat? Voor het effect. We gaan even kijken. Op zich gaan ze samen hetzelfde doen, maar je weet niet hoe dat eruit ziet. Misschien ziet dat er wel heel spectaculair uit. Je weet het niet. Ga even proberen. Oh, heb ik hem weer verkeerd gedaan? Nee, ik heb hem niet verkeerd gedaan. Hij moet zo. Zo.
Even kijken. Hier nog een lusje maken. Ja, je weet het niet, hè? We zitten te netwerken hier, hè? En ondertussen, kijk, meneer van de Belastingdienst, we kijken aan het werk, hoor. Jongen, jongen, jongen. Oké, oh, nu zitten, oh, dus ook. Ze zitten getwist en nu zitten ze zo. Oké. Oh, oeh. Nou, hij is wel link, hoor. Grote knopen met de gaten wijd uit elkaar doen het best. Nou, oké, gaan we deze proberen. Het is een kleintje met grote gaten. Ik heb alleen geselecteerd op gemak. Deze is trouwens wel heel dun. Hoe sterk zou die zijn? Terug naar die en die twee bij elkaar. Als je ze niet twist, nu waren ze getwist. Dus nu als je ze gewoon echt zo tegen elkaar doet, hoe doet hij het dan? Fritsje? Oh nee, Bobby? Oh nee, Samson? Wat ben je aan het doen? Je zit zijn tanden weer ergens tegenaan te flossen. Oké. Deze was nog even aan het doen. Dan ga ik die kleine doen. We gaan het allemaal uitproberen. Dus ik moet toch allemaal checken of ze het doen. Oh, ze gaan gewoon weer uit elkaar. We gaan net zo hard weer uit elkaar. Nou, dat is op zich wel een leuke variatie. Wie had deze geopperd? Is voor gevorderde dit. Wie had deze geopperd? En weer aantrekken, ja. Wie had deze geopperd? Dat is een leuke. Oké, okay, terug naar verkoopmodel. Terug naar verkoopmodel. Peet zei dat. Oh, hij maakt zo geen mooi lawaai. Nee, dat is wel weer zo. Hij is dan inderdaad... doet hij echt niks? Kijk maar. Oh, even... Jawel, maar minder. Daar komt hij. Maar dan moet de draad nog steeds... Kijk eens naar wat hier bij mijn vingers gebeurt. Hij gaat gewoon er doorheen. Dus eigenlijk zou ik er... Oh, waar heb ik ze nou? Waar heb ik die mini... Ik heb ergens heb ik van die kleine ringetjes in zitten. Nou, heb je het erover, zeg. Met mijn korte termijn geheugen is af en toe niks mis. Nu heb ik aan allebei de kanten een ringetje. Oké, okay, dat is dan een extra optie. En dan gaan we weer. Kijken of mijn vingers er nu afvallen. Nee, als het goed is niet. Ik weet niet hoe lang die meegaat eigenlijk. Maar... Hey. Het zijn wel antieke ringetjes en zo, maar... Moeten we weer op zoek naar ringetjes? Is dat nou de volgende probleem? Dat ik dingen moet gaan kopen? Ja, zo is hij perfect. Ja, inderdaad, vonden. Zo is hij perfect. Maar hoe kom je nou weer aan al die ringetjes? Nou, tot die tijd kan ik gewoon voorbereiden. Dat is geen probleem. Ik heb nog een maand, hè, om dit helemaal super in elkaar te zetten. Oké. Deze ringetjes, ik weet niet. Ja, dan worden ze ineens twee keer zo duur. Dan is de lol er weer vanaf voor mij, weet je. Dat is dan ook weer zo. Oh, Vonne zegt China. Ik ga eens kijken, ja. Ik ga eens kijken. Nou, in ieder geval het idee knoopkraal, zegt Claudia. Knoopkraal, ja, de kralen heb ik ook niet. Ik heb geen kralen.
Shani zegt ook naar Ali. Ik heb geen kralen. Ik ga even nadenken. Ik heb niet echt kralen. Kunnen ook sleutelringetjes zijn. Oh, die heb ik wel. Ja, die heb ik wel. Dus het is allerhande ringetjes. Moet ik dan gewoon even bij elkaar scharrelen om als voorbeeld te doen dienen. En dan, nou, dan wordt de workshop al een half minuut langer. Sleutelringen, ja, die heb ik wel. Oké, kijk, netwerken. Wat goed, help Miranda de winter door. Wat goed. En die Jan zegt, die zijn wij bij de Wierper ook niet doen. Ja, ik ga even... Ja, nee, zo werd het idee van morgen geboren en wordt het nu uitgewerkt. Hou ik van. Nou, die ringetjes eraan maken, dat is dus geen enkele moeite. En nou heb ik hier een kleintje. Klein kraaltje. Ja, jullie, ik zet jullie zo weer terug hoor. Maar ik kan Aletta nog even naar de duif kijken. Echt veel leuker met de ringetjes, ja. En dan wordt het ook minder snel een warboel, denk ik. Kijk, ik heb nog een stel ringetjes. Grappig, hè? Oh. Dit zijn alleen hele oude ringetjes. En dan vraag ik me af. 8 voor 1 euro. Dus dat is 12 cent per stuk. 12,5 cent per stuk. En ik kan ze niet aftrekken. Want ik moet bonnetjes hebben die op naam staan. Mag niet meer van de Belastingdienst. Mag niet meer goedkoop inkopen van de Belastingdienst. Ik moet bij bedrijven inkopen die facturen maken op naam. Echt, echt. Ik heb de Belastingdienst op bezoek gehad, hè. Ja, complimenten voor mijn zuinigheid. Maar de Belastingdienst heeft regels. Je mag niet je papier inkopen bij de Action voor je printer. Je mag je printer niet bij de Kruidvat kopen, behalve online. Maar zorg dat er een bedrijfsnaam op je rekening staat. Dus bij de Wierba kan ik wel groot inkopen, maar dat is dan gewoon uit eigen portemonnee. Ik probeer een bedrijf te runnen. Dus dat is, ik moet even kijken. Ja, China, dat is dan veel van hetzelfde, ook uit eigen portemonnee. Maar als dat dan weer goedkoper is, dus ik moet er even een kleine studie van maken. Duif zit te eten daar. En dan ging ik even naar die ringetjes, want die ringetjes die zijn dus denk ik al heel oud. Ik heb ze al eerder laten zien van ik weet niet eens wat voor ringetjes het zijn. En er kwamen verschillende opties uit. Maar deze zijn gebruikt. Nou doe ik op zich aan een duurzaam iets. Maar ze zijn best wel zichtbaar gebruikt. Let op. Oh, dat is te dichtbij. Oh hier. Kijk, ze zijn nou niet echt dat je zegt van goh. Dus. Ik moet dan wel echt op zoek naar ringetjes. Maar om ze zelf te maken. Nou, dat is een workshop. Maar we zaten in het verdienmodel. Oké, we gaan ermee aan de slag. Er wordt aangewerkt. Ondertussen was ik met het kleintje bezig. En de chaos groeit weer waar ik bij sta. Kleine knoop. Met grote gaten. Ja, je moet iets harder werken om hem te krijgen. En sowieso omdat het een lang touwtje is. Oh, de duiven die zijn ook dol op zonnebloempitten, Aletta. Die pikken. Ik heb namelijk een beetje op de grond gestrooid. Nou, de duif is er als de kippen bij. En die pikt dus de zonnebloempitten er feilloos tussenuit. Prikketjes, ijslollies, stokjes. Hoe, wat, wie, wat, waar? Een gehaakt rondje eraan, duurt dat lang? Ja, dan wordt het geen 50 cent. Kleine stokjes in plaats van ringen. Kleine stokjes. Ik ga even op zoek naar kleine stokjes. Ik heb cocktailprikjes. En dan gaan we eens even uitbedenken wat je daarmee bedoelt. Ja, maar gehaakte rondjes, dat kost weer tijd. Stokjes. Nou, je kan de scherpe kantjes eraf knippen met een keukenschaarachtig iets. Zo, dan kan ik mezelf in ieder geval niet meer bezeren. Oké, wat? Oh, er wordt meer geopperd. Ja, zonnebloempitten, dat vinden ze lekker.
Dat je zo... Even kijken hoor. Zo. Sorry. Drinken. Precies. Nou. We gaan erop voortborduren. Zo dus. Het is wel een slimme constructie, moet ik zeggen. Okay. Hou eens op. Het zelf maken blijft een optie. Nou, ik kan twee opties dan maken, hè? Maar dan moet ik dus wel een gebruiksaanwijzing maken. Want niet iedereen kent dit natuurlijk. En dan kan ik niet duurder verkopen dan een complete natuurlijk, denk ik. Nee, klein is klein en dicht bij elkaar is geen optie. Ik weet niet wie dat heeft gezegd, maar helemaal goed. Ook in het kader van het netwerken. Nou, ik haal gewoon die kleine eraf. En ik hang er een nieuwe aan. Kijken hoe deze draait. Grote knop. Ja, nee, dat ze veel kant-en-klaar aangereikt krijgen. En de fantasie nog wel geprikkeld moet worden. Ik doe workshops met kinderen. Dit kunnen ze niet. Een lusje maken al helemaal niet. Die zijn wel van de klittenbandgeneratie, wat op zich wel heel makkelijk is, maar ze kunnen niks. Mijn dochter die weigerde gewoon pertinent om te leren hoe ze een knoop aan een broek moest zetten. Nou, hoe ingewikkeld kan het zijn? Oké, het stokje doe ik er even uit. Voor nu even afgekeurd. Zo, deze. En dan heb ik een grote knoop met grote gaten. Oep, oep, oep. Iets langer draaien. Nop, de gaten moeten verder uit elkaar. Dit is te dicht bij elkaar, denk ik. Nog één keer. Als hij het dan nog niet doet, dan is hij niet goed. 100.000 keer opdraaien. Ja, dan doet hij het wel. Oeh, mooi plaatje van vroeger erbij. Nou, we gaan er eens eventjes over dimdammen. Nou, dat is wel, het mag ook echt niet meer kosten dan 50 cent. Want het, alhoewel, knopen zijn onbetaalbaar, hè? Dat is ook weer zoiets raars. Maar ja, ik heb gelukkig een hoop erfenissen en ingekocht bij het handwerkfestijn. Betaalde ik 1,50 voor een zak vol. En dan was het een zak vol met, weet ik veel, 1,5 kilo of zo. Dus... en ik heb nog wel... Moet je kijken, er zit zoveel draad op. Nou, prima plan. Ga ik verder uitwerken. In ieder geval. Maar nu weten jullie ook, hè, voor de massa's kassa afdeling. Ringetjes. Ja, ik ga ermee aan de slag. En ook over hoe je ze moet verpakken. Nou, dat was voor nu. Nog maar even op zoek naar iets toch om de boel te drogen. En dit moet ik dan altijd ook weer terug opruimen. Want anders ligt het over 3 minuten over de vloer. Ik pak even een doekje. En dan gaan we door. Mijn nek zit in de... hoe heet het? Ik krijg het nooit uit het potje. Tijgenbalsem. Waar ik gisteren dacht dat hij goed ging... dacht hij er vannacht weer anders over. Maar dat geeft niet. Die zit er vast. Oké, nou, weer lekker gespeeld. Next. Ik heb nog een paar afmaakdingetjes naast me liggen. Omdat ik natuurlijk nog gezellig even dingetjes af moet maken.
Ik ga hier dit even afwerken. Dus tenminste ook maar weer eens klaar. Een tasje wat ik van de week heb gemaakt en waar ik weer een cruciale fout in heb gemaakt. Maar dat geeft niet. Het tasje aan zich is leuk. En je moet alleen, als je de workshop volgt, 1 toer eerder van kleur wisselen dan dat ik doe. Je moet de toer dat je overgaat van rond naar vierkant, die moet je in een tweede kleur doen. Want dan zie je het verschil tussen het rondje en het vierkantje. Want dat zie je nou bij mij niet. Dit is namelijk rond en dan gaat hij over in een vierkant. En dat moet je juist anders zien. Dus dat deze tegenkomt. Maar ik heb ook nog geen foto geplaatst. Ik moet zelf ook zoeken welke het was. Ik ga hem even simpel knoopje bevestigen. Even kijken, hoe ga ik dat leuk doen? Zo. Nee, waar is die? Ja. Even zen momentje. Even opletten wat ik aan het doen ben. Oh, jullie zijn nog aan het doorbrainstormen. Ik ga even kijken. Dochter zei, dat is een handig tasje om maandverband mee te nemen in mijn schooltas. Eerlijk, ja, nou. Ik wilde het eigenlijk niet zeggen, maar als je hem wat kleiner maakt en van katoen. Maar ja, op zich zitten die dingen tegenwoordig toch allemaal in zakjes of niet? Ik weet niet. Ik was daar niet zo van. Ik ben daar niet meer zo in thuis, zeg maar. Oké. Ik ga nog eventjes iets leuker maken. Of niet. Kijk nou, zo kan je ook een knoop dus vastzetten. Tadaa, krijg je een soort Keltische knoopeffect. Even kwijt waar het gaatje zit. Zal weer niet. Oh, onherkenbaar. Ja, zeker, zeker. Ah, meen je dat? Dus ze moeten het altijd in hun zak frutten of zo om het mee te nemen. Wat raar. Ik weet nog dat heel lang geleden was ik met mijn ouders op een kerst iets. Toen waren we in het Gala, lange jurken. Was in een restaurant, café-restaurant Engels in Rotterdam. En daar was dan een kerstbuffet gebeuren met muziek. En in het Gala. En ik had dus een Gala-jurk. Ik had een lange jurk. Dat was in die tijd helemaal niet gek. In de jaren 70, hè. Dat is ABBA. Dancing Queen. En ik was 10 min, hoor. En een handtasje. En toen... Ik had daar een handtasje bij. Hartstikke leuk. En ik weet nog dat ik aan mijn moeder vroeg van... waarom neemt iedereen haar handtasje mee naar het toilet? Ik snapte dat niet, maar nu snap ik het wel. Dus ik vind het niet netjes dat ze niet een tas mee mogen nemen naar het toilet. Heeft dat te maken met afkijken of zo? Nou, op een maandverband kan je ook spieken, hoor, kan ik je vertellen. Jonge, 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 jonge. Peet zegt, je zou er een waarschuwing bij moeten voegen... Oké, okay. Nou, het project is hierbij weer afgelast. Het is handwerk. En ik vergeet steeds dat in deze eeuw gezond verstand ver te zoeken is of zo.
Terug naar het tasje. In de tijd dat maandverband per stuk in plastic wordt verpakt en je het nog eventjes... wat ik overigens wel heel hygiënisch vind, als je het dan toch in je broekzak mee moet nemen. Maar... nou, in ieder geval. Ik heb er nu een knoop op gezet en kijk, nu is het een soort van Keltische knoop. Niet normaal. Nee, ik had gewoon... ik ging gewoon in de pauze eigenlijk naar het toilet en dan sleurde ik altijd mijn tas mee. Maar toen had je nog een soort van schooltas. Tegenwoordig hebben die meiden allemaal een soort van... Ik ben Paris Hilton tas. Ik weet ook niet wat dat is. Maar... ja, het is sowieso heel vervelend. Ik bedoel, dat moet allemaal eigenlijk gewoon afgeschaft worden. Nou, deze is klaar. Oh, ik had nog een draadje aan de binnenkant. Hij is nog niet klaar. Ja, nee. Hè, wat? Hoe? Wat? Komt de ikigai niet over een half uur? Hij zou over een half uur toch komen? Het is de 26e. Oh, volgende even controleren. Kleine paniekaanval, want zometeen, als ik ben uitgeknutseld... Ik had ook altijd bij me voor andere meisjes in de klas. Zo sociaal was ik dan ook wel weer. Voor het geval, je weet me nooit, hè? Bij Vonne kunnen we zo meteen over een half uur weer verder kletsen. Want ik ga er over een kwartiertje uit. Tijdens de afwas ga ik dat maar doen dan. Oh, en Lianne maakt piramidebeursjes. Die zijn ook heel geschikt voor dat soort dingetjes. Ja, ach, wat een narigheid. Maar wel leuk. Zijn leuke cadeautjes. Moet je alleen ook wel weer een beetje privé geven natuurlijk. Dat cadeautje dan, denk ik, of zo. Je ziet het. Ik ben er een beetje uit. Ik ben echt iets aan het afwerken. Zo, nou zo. Iemand die roept een reden voor de tas niet mee, die had ik nog niet bedacht. Ik denk aan een school. En aan een meisje wat ongesteld is. En die gaat wel heel ver. Ja, ja. Het leven als puber is zwaar. Oké, Vonne. Goed zo. Toppie. Kunnen we zo meteen gezellig beppen. Ik heb nog een klein afwasje staan. Een lapje door de badkamer. Stofzuigen. En dan vanmiddag weer theetijd. Oh. Ik krijg zojuist bericht binnen dat mijn ring van de Addy wordt bezorgd vanavond. Dat is snel geregeld. Zo, nou, zakje. Of, ik heb het gehaakt met, wat was het, 4,5 of zo. Maar als je het met katoen maakt, dan is het dus kleiner. Hè? Je begrijpt hoe het werkt. En maken, maar welke dag was het? Weet iemand welke dag dit was? Welke dag was dit? Laat het even opschrijven. Deze hebben we gemaakt op... Zoek een stift. Ik heb nog wel het een en ander op te ruimen hier. We hebben nog 10 minuten, 11 minuten om te kijken of iemand weet welke aflevering het was. Ja, nee, geef niet, Peet. De zilveren haaknaald is echt netjes in een doosje te wachten. In januari, dan pak ik die even op. Ja, nee, geef niet, Peet. Het is de pampergeneratie, hè? Dat is waar. Die kinderen mogen geen per ongeluk pijn krijgen. Hoe noemen ze het?
De curl generatie. Mogen niet in de boom klimmen, want ze kunnen er optioneel uitvallen. Hygiëne. Ik weet niet of we het nog over hetzelfde hebben. Ik kan het in kokend water gooien. Het is katoen. Het is dat plastic, dat gaat ook geen verandering. Ik wil het er niet eens meer over hebben. Oké. Nou, was een leuke brainwave. Niet iedere brainwave is een 10. Dat blijkt maar weer. En ik ga even terug naar de vogels. Ik ben van de jaren 70 generatie. Waar je oom Hop Marjanneke met je deed. Terwijl hij een pijp aan het roken was. Hij rookte namelijk een pijp met vanille. En dat vond ik ook nog eens zo lekker ruiken, joh. En dan stonden de asbakken en de sigaretten gewoon op tafel. Dat waren andere tijden dat ik jong was. Dat is op zich best wel lang geleden als je erover nadenkt. Anita weet het. Dankjewel, Anita. 2311. Weet je ook welke aflevering het is? Nee, geef niet, Aletta. Dinsdag 23 november. Weet je welke aflevering het was? Dat is Doe maar wat dinsdag geweest. Oké. Ik vind hem wel terug. Want het is Doe maar wat dinsdag. Komt goed. Toppie, de 23ste. Ja, of karamel? Ja, inderdaad. Pijp. Ja, die man. Daar zijn de vogeltjes weer. Als ik nou echt gras had, dan zou ik het blad van het gras af moeten halen. Omdat onder blad gaat gras dood. Nou wil ik helemaal geen gras. Het meeste wat jullie zien, dat is ook helemaal geen gras. Dat is mos. Ja, dinsdagavond. Doe maar wat dinsdagavond. Oké. Ja, want verder ben ik er meestal niet op dinsdag. Hoewel ik was afgelopen dinsdag, was ik er wel. Zie je, het is onbetrouwbaar als ze is. Dus ik laat het blad liggen. En dat is voor die vogeltjes juist heel erg fijn. Want onder dat blad vinden ze van alles. Oké, ik zie hier dus rechts, dat zal een... Links, dat is een vrouwtje. En dat weet ik nu even niet. Ik moet wel vergelijkingsmateriaal hebben. Oh. Ze verdwijnen omdat... Kijk. Toen loopt de panter langs. Daarom gingen ze weg van de grond. Ze zagen hem aankomen. Maar je ziet, het interesseert hem helemaal niks. Zo. Dus, zometeen even afwasje doen en chatten bij Vonne met het volgende deel van de Ikigai. Zijn er nog mensen die al klaar zitten en bij zijn, die deze week ook weer helemaal bij hebben? Meestal komt er op een gegeven moment wat vertraging, hè? Komt er wat achterstand. Maar dat geeft niet. We kunnen gewoon tijdens al die premières blijven chatten natuurlijk. Dinsdag Handwerkcafé, ja. Oké, top. Vind ik hem terug, zet ik er even een foto bij straks. Dan kunnen we hem terugvinden. En zet ik in de beschrijving, die nooit iemand leest, er even bij dat je dus eerder van kleur moet wisselen. Staan altijd bij onder een video, als je het uit kan... Er staat altijd een pijltje ergens dat je het uit kan klappen en dan vind je een hele beschrijving. Maar ook links naar bijvoorbeeld winkels of zo. Ik ben daar niet zo goed in, maar andere mensen doen dat wel. Van dingen die ze laten zien in de video en zo. Dus in de beschrijving vind je altijd wel wat informatie. Claudia zegt achterstand enorm. Marjolein is nu nog bij. En Aileen is ook nog bij. En Judith is bij deel 1. Ja, grappig hè? Dus iedereen die is in andere fase. Maar dat is dus het mooie hè? Marjolein is bij, ja. Dat is het mooie weer van internet. Het maakt niet uit. Je kan het helemaal in je eigen tempo doen. Anita die gaat straks ook mee naar Vonne. Gezellig. En dan, ja, ik ben er vanmiddag om 3 uur weer even. En dan pas weer morgen om 3 uur. Dus dan
Hebben jullie een hoop om terug te gaan kijken of mee te gaan kijken? Of, ik ben er vandaag even niet. Mijn date appte net, dat, niet dat hij niet kwam, dus dat is goed. En ja, ik heb het allemaal onder controle. Ben ik wel weer blij om. Het is hier best netjes. We hebben de laatste dingetjes opruimen en dan door. Even lunchen, ik heb wel honger. Komt allemaal goed. Alles komt goed vandaag. Hoeveelste is het? Ik kom erop terug. Iemand stuurt me een berichtje. Ik zeg even, ik kom erop terug. Ik moet even de agenda checken. 29. Dat zou in, ik moet even de agenda checken. Ja, ik zou niet weten waarom niet eigenlijk. ja, nee, is goed. Welke? Hoe laat? oh, even, we zijn iets aan het overleggen. Alleen, ik kan niet anders reageren dan zeggen. Maar dat is leuk voor jullie om te weten zometeen. Dat dan lanceer drie uur. Oké, zeg jij het? Jij mag het zometeen zeggen in jouw chat. Zometeen in de chat van Vonne heeft ze iets aan te kondigen. Dus we moeten allemaal mee naar Vonne. Omdat zij iets aan gaat kondigen. En dat vind ik wel leuk. Steekjes, Lianne die gaat zo naar de Haakster 2021. Ja, dat is Van Wolplein toch of zo? Oké. Okay. Dus zometeen iedereen over 3 minuten... Nee, over... Om 15:15, maar je kan nu al inchecken gelijk rechtstreeks. Moet je even bij Vonnes Creaties inchecken, want dan gaat dus haar volgende Ikigai in première. Of deel van de Ikigai in première. En daar heeft ze zo tegen het einde van de première een aankondiging. Zo, Vonne, doen we dat goed of doen we dat goed? en ik ben er ook bij hoor, maar ik sta ondertussen wel af te wassen. Maar ik lees mee, dat in ieder geval. Dus... Ik zal af en toe wat zeggen, maar jullie weten dat ik mijn telefoon, ook al schijnt die waterdicht te zijn, zo ver mogelijk uit de buurt van natte handen hou. Dus, nou, komt allemaal goed. Nou, nog 2 minuutjes en dan... meestal ga ik eten als ik jullie ophang en dan ga ik pas weer andere dingen doen. Maar ik denk dat ik eerst even af ga wassen en dat... ja, gewoon, hè? Dat doen we goed. oh, sorry. Dus, nou, ik zie jullie graag zo meteen terug bij... De buurvrouw vond dus creaties bij haar première. En dan voor de rest ben ik er om 3 uur vanmiddag weer. En morgen pas weer om 3 uur. Dus, en dan verder weten jullie het rooster wel zo ongeveer. Hè? Daar wijzigt de komende tijd niet zo heel veel in volgens mij. Dus op naar december. We zijn bijna door november heen. En nou, van december gaan we ook wat gezelligs maken. Maar ik probeer de kerst een beetje buiten de deur te houden. Omdat niet iedereen daar zin in heeft. Of, maar we gaan het wel zeker supergezellig maken in december. Maar we moeten nog eventjes het laatste stukje van november. En dat wordt ook gezellig. Dus, ik ga eventjes voorbereiden dat mijn telefoon zo meteen veilig boven de wasbak hangt. En ik zie jullie straks bij Vonne terug die aan het eind van haar... première een leuke mededeling heeft. En anders kan je die vast wel weer terugvinden op haar YouTube, Facebookgroep Vonnes Creaties. Nou, allemaal abonneren, linken, liken. Jullie weten hoe het werkt. Ik ga er van tussen voor de mensen die ik voorlopig niet zie. Fijne dagen. Lief zijn voor jezelf. Goed voor jezelf zorgen. Werk ze als je moet werken. En als je in de lappenmand ligt. Sterkte en beterschap. Toedeledoki. Tot ziens. Bedankt weer voor het kijken. Ik ga er van tussen. Ik ga nu afhaken. Ik brei er nu een eind aan. Ik druk nu op het kruissteekje. Doei!